Ik heb gedoucht en ik heb me even aangekleed. En ik ga het ook laten zien. Zo, mijn lens is vies. En ik maak hem zo vaak schoon. Ik snap het niet meer goed. Maar, heel gezellig. En ik had echt zo'n... Je ziet het niet goed. Maar echt zo'n nest achter op mijn hoofd. Goedemorgen, het is donderdag en ik ga even brood roosteren. Wat ik altijd doe trouwens, de kapjes, die laat ik uitdrogen. En dat vinden de konijntjes echt heel erg lekker. Dus, doe dat passen. Ja, het is wel een goede tip. Ik vind het echt geweldig. Dus ik moet ook een nieuw brood openen. Dus dan doe ik het ene zakje, laat ik even die kapjes in, dat ze kunnen opdrogen. Dan hebben ze lekker wat knallen. En die andere, zo, die gaan in de broodrooster voor mijzelf. Tijd voor lekker ontbijt. Ik heb gedoucht en ik heb me even aangekleed. En ik ga het ook laten zien. Ja, ik heb deze trui aan van Benetton. En ik heb die nieuwe levens aan. Ga jij je school nou eens even doen? Dat duurt wel allemaal echt. Deze, ik trek hem aan, hij zit fantastisch. Echt. Dit is echt mijn nummer 1 favoriete broek. Het liefst koop ik er gewoon nog 500 van, alle tintjes. Echt geniaal. Uitvinding dit model. Oh kijk, mijn aloe vera plantje is helemaal uit de wortel. Ik weet niet wat daar gebeurd is. Kijk, hij ligt gewoon helemaal aan stukken. Ik vind het echt niet leuk. Hij is gewoon zo, dat zie je helemaal niet, uit de pot gekomen. Ah, hier baal ik van en ik kan ook geen nieuwe halen. Hoe kan dit? Zo, mijn lens is vies. En ik maak hem zo vaak schoon. Ik snap het niet meer goed. Zo ben ik volgens mij iets beter in beeld. Ik ga even lekker een soepie lunchen. Echt, ik hou sowieso heel erg van soep. Maar soms heb ik periodes, vooral in de winter denk ik, dat ik gewoon echt heel graag soep lunch. En ik ga lekker balletjes doen. Want die vind ik echt geweldig lekker. Ik zal trouwens gelijk nieuwe bestellen. Morgen komt de bestelling en volgens mij zijn dit mijn laatste alweer. Ik moet eigenlijk een grotere potje hebben, maar ik zit te denken om meer van die buizen te bestellen. Maar dan moet ik meer rekken ook bestellen om dat kwijt te kunnen. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik daarmee ga doen. Voor nu ga ik in ieder geval deze erbij bestellen. Sarah is nog steeds niet klaar met school, maar heel gezellig. Ja, heel leuk. En Sarah heeft net een rijtje som en dat moet dan bij elkaar geteld worden gedaan. En Mila is nu het rijtje aan het nakijken. Zo doen ze het toch samen en doet Sarah de school zelf. En is Mila eigenlijk een soort beetje een juf. En is ook weer leerzaam voor jou, hè? Sarah ligt op bed. Marco is nog aan het douchen. Mijn haar zag ik net. Ik was net heel even gaan liggen. En ik had echt zo'n... Je ziet het niet goed. Maar echt zo'n nest achter op mijn hoofd. Echt verschrikkelijk. Vandaag ook niet heel veel aan mijn haar en mijn make-up gedaan. Want ik ging toch de deur niet uit. Er is zo weinig te doen. Ik merk het wel hoor. We stompen echt wel een beetje af. En het is ook echt verschrikkelijk koud. Maar ja, alle binnenactiviteiten zijn er natuurlijk helemaal niet meer. En ja, om nou 3 uur lang buiten te gaan lopen. Ik denk dat ik terugkom als een ijspegel. Maar goed, ik ga heel even snel vast een stukje editen. Als dat lukt. En dan gaan we denk ik Penose kijken. We moeten nog 5 afleveringen en een film. En dan zijn we er. Dus misschien even kijken. Nee, dat gaan we net niet helemaal redden. Ik wil het zo graag afkijken. Die film sowieso niet. Maar die 5 afleveringen, ja. Als Marco laat naar bed gaat, redden we het anders niet. Tijd voor rijstwafels. En Penose. We hebben net echt maar 2 afleveringen gekeken. Dat was een beetje jammer. En toen ben ik een stukje in een nieuwe serie begonnen. Ik ben Ozark aan het kijken. Of Ozark, ik weet niet hoe je hem uitspreekt. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk best wel verrassend goed vind. Had ik niet verwacht. Maar hij stond al een tijdje in de kijklijst. Ik denk, nou, ik zet hem gewoon op. En ik merk het wel.
En ik heb ook nog de kamer klaargezet. Ik zeg de schoolwerk. Het laatste beetje wat ze nog moet voor deze week heb ik ook klaargelegd op tafel. En ik heb zelfs al aardappels die ik vanmorgen nodig heb uit de tas klaargelegd. Pan erbij. Weet ik alles gewoon voorbereid. Het liefst zou ik ze nu al gaan schillen. Maar ja, dan weet ik niet of dat... Weet niet, kan je dat echt zover van tevoren al in het water klaarzetten? Gewoon meer dan 24 uur van tevoren? Nee, geen 24 uur. Driekwart dag van tevoren. Maar dat durfde ik toch op de een of andere manier niet helemaal. En nu ga ik, nou, voor mijn doen, echt wel op tijd naar bed. Dus ik wil de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.